zon staat net op. Zit pal achter mij. Ik ben op weg naar Blankenbergen, de fonteintjes. De fonteintjes in Blankenbergen zijn een natuurreservaat. Dat, ja, een hele smalle duinstrook die er nu nog over is, is gelukkig bewaard geworden en men heeft daar een natuurreservaat van gemaakt. Er zijn daar ook twee vijvertjes, dus tussen Blankenbergen en Zeebrugge. En het is werkelijk het allerlaatste streepje duin dat er tussen die twee strandsteden, badsteden, nu zo. De eerste mislukking zit erop. Ik ben hier aangekomen in Blankenbergen. En het natuurgebied De Fonteintjes is helemaal niet te bereiken. Het ligt helemaal afgesloten, omdat men de kustlaan aan het herleggen is. Dus ik kan er zelfs niet in. Het is een en al omlegging, kan je niet parkeren. Ziezo, hier zie je duidelijk hoe moeilijk het is om al die dingen te verzoenen. Aan de ene kant hebben we hijst. Je kan het daar misschien zien. De dijk, ja, de appartementen. Dan heeft men een strookje waar ik nu naast sta bewaard om daar een natuurreservaat van te maken dat op zich waardevol is. En een beetje verder is er alweer de haven van Zeebrugge. Immense houten balken, waarschijnlijk aan meer geweest. Ik kan me voorstellen dat het niveau stijgt, dat dat nog een beetje boven water moet zitten. Er is hier een soort kelkjes. Type. En een ander is een heel schoon levermos. En een heel schoon korstmos ook. Spertigera. Dat zijn die grote leverachtige plakkaten die je ziet. Vredig naast elkander groeiend. Ziezo, we zijn er geraakt. Dit is de ingang. Dit is de ingang hier van de Haag van Hijst. En we gaan ze een keer aflopen. Je kan waarschijnlijk op de achtergrond horen dat kranen bezig zijn met schepen te lossen. De Haag van Hijst, denk ik, is een overblijfsel van de oude haven van Hijst. Ten bewijze waarvan de vuurtoren die je daar misschien tussen de bomen kan zien, die nu natuurlijk helemaal achter in het achterland bijna zit van Hijst, ver achter de buildings en de villa's. Maar we weten allemaal dat de zee gaat en komt zoals zij het wenst. En dat we daar niets hoeven tegen te doen of voor te doen, dat komt allemaal vanzelf. Dus ik ga die dijk nu eens aflopen, dat weggetje hier. Dat ziet er geen slecht vogelplaatje uit. Het is natuurlijk zeer winderig en als het zoveel wind is, dan zijn die kleine vogeltjes in het nadeel als ze moeten vliegen. En dus veel beweging verwacht ik niet. Laat
uiteindelijk wat gaat. Maar de ware reden waarom hier, zeker in de winter of in de herfst, veel vogels pleisteren, is natuurlijk ook dit hier, de duindoorn. Met zijn oranje bessen, waar tot laat op het jaar veel trekvogels nog geniet kunnen van hebben. Zoals ik zei, veel heb ik nog niet gehoord. Daarnet misschien een Cities zanger. Maar dat zal het zo wat geweest zijn. Merel. Ziezo. De haag van Heist zit erop. Het is op tijd. Het is net beginnen regen. Zoals voorspeld. Niet zeer veel gezien. Het is een mooi gebied. Het is natuurlijk, ja, het ligt ingeprest tussen een aantal andere dingen. Maar ja, goed, dat kan zo blijven. Kan zo blijven neuteren. Misschien Cities zanger gehoord. Vanmorgen aan strand, ik heb nu eens in mijn boekje gekeken, hebben we wulpen gehad. Drieteen strandloper en kleine strandloper. En een heleboel scholexters. En nu ben ik van plan om langzaam terug te keren richting Damme op de Rombouts-Wervedijk. Dat is een plek waar zeer veel ganzen de winter doorbrengen op de weide rond Damme. Zo, we zijn in de buurt van Damme. En ik passeer hier net een weidje waar ik jullie toch ook wil laten zien. Dat hier ooievaars aanwezig zijn. Ja, zoals je zelf kan zien, het regent pijpen stelen en ik heb nog geen gans gezien, dus het zal voor een andere keer zijn. So long.